Gramang Albert Aboikoni van de stam der Saramakaners is zeer tevreden over het verloop van de Leo Kruto van het afgelopen weekend. Op zijn residentie te Asidonghopo heeft het groot opperhoofd zich vanaf vrijdag samen met de rest van het traditioneel gezag en de plaatselijke gemeenschap gebogen over verschillende vraagstukken. Met name de verdere ontwikkeling van het boven Suriname gebied is tijdens deze algemene vergadering breedvoerig besproken. Gramang Aboikoni heeft in dit kader ook een aantal voorstellen gedaan. Een daarvan is het oprichten van een speciaal fonds voor de financiering van ontwikkelingsprojecten binnen zijn gebied. Volgens Ivan Ajako, woordvoerder van de Gramang, zijn alle voorstellen die door het groot opperhoofd zijn gepresenteerd door de vergadering goedgekeurd. Een van de belangrijkste zaken is de realisatie van een coöperatie voor de Saramakaners in het boven Suriname gebied. De coöperatie is al opgericht. Er is zelf een bankrekening geopend bij de Godowa. De kapiteins, de bachias, de hoofdkapiteins en zelfs de Gama hebben besloten om maandelijks een bedrag te storten op de rekening van de coöperatie binnen de bankinstelling Godo. En hoe groot is dat bedrag dat maandelijks gestort zou worden? De vergadering heeft aangenomen dat de bachias 10 SRD per persoon zullen betalen, de hoofdbachias 15, kapiteins 20, hoofdkapitein 25 en de hoofdkapitein die zal dan 30 moeten begeven. Maar de Gramang die heeft zelf aangegeven dat hij 1000 SRD per maand zal storten op de rekening. En wat zal er gebeuren met dat geld dat gestort wordt? Dat geld wordt gebruikt om activiteiten binnen het Samaga-gebied te ontplooien. Wat verder met dat geld zal gebeuren, zal de Raad van Samagalo bepalen. Tijdens de Kruto is er ook gesproken over de overname van de Afobakadam. Gramang Aboikoni heeft duidelijk gemaakt dat hij ten aanzien daarvan nu wel een financiële compensatie eist van de regering. De vergadering heeft besloten dat er een eis op tafel zal komen voor de regering dat ze een bepaald bedrag moet storten in de fonds van Samaka, waardoor zij niet elke dag moeten aankloppen bij de regering voor hulp, bijvoorbeeld het organiseren van een Liokutu. Dan moeten we goedkeuring van de regering krijgen en middelen daaruit krijgen om de vergadering te beleggen. Dus we proberen op die manier zelfbeschikkingsactiviteiten te doen. Is er ook gezegd misschien hoeveel dat bedrag moet zijn? Wel, de Gramang die heeft eigenlijk omwonden gezegd dat er $5 miljoen op de rekening van de fonds gestort moet worden. Wat we hebben, wij hebben eigenlijk het gelag van het afdammen van de Suriname rivier moeten betalen. En 56 jaren hebben we eigenlijk niks daarvan kunnen profiteren. Mensen zijn ontheemd en mensen hebben eigenlijk ook hun waarde verloren, waardoor zij genoodzaakt zijn om ergens anders in andermans terrein te gaan verblijven. U hoorde Ivan Ajako, woordvoerder van Gramang Albert Aboikoni, over het verloop van de Leo Kruto op Asidonghopo. Tijdens deze vergadering is onder andere besloten dat het traditioneel gezag een fonds zal oprichten om de ontwikkeling van het eigen gebied zelf ter hand te nemen.